Leerlingen van het Insula College aan de Koningsstraat hebben maquettes gemaakt van hoe zij vinden dat de kraanbaan op Stadswerven eruit zou kunnen zien. En wij hebben het accent op techniek, daardoor krijgen ze extra uren techniek en dan kunnen ze dat in de praktijk ook gaan toepassen. Deze jongens gaan na 3 jaar tijd examen doen en dan gaan ze daarna naar het MBO 4 engineering toe. We hebben een soort samenwerkingsverband met het Insula College, met de techniekklas. En zij zoeken graag naar eigenlijk opdrachtgevers om een echte concrete opdracht te krijgen voor de leerlingen. En vanuit de gemeente dragen we een aantal van dat soort concrete opdrachten aan. En vorige keer is dat de brug geweest en de Stadswerf en dit keer is het de kraanbaan geweest. Het resultaat is 12 maquettes. 2 maanden lang hebben ze er 3 uur per week aan gewerkt. Bij de wethouder geweest. Daarna hebben we tekening gemaakt. Op de bord hier staan een aantal tekeningen. En daarna zijn we dit ontwerp gaan bouwen. Ja, het wordt eigenlijk een soort cafeetje waar je dagelijks in en uit kan gaan. En dan kunt u hier bijvoorbeeld lunchen als u langs fietst. Ze konden hun fantasie niet de vrije loop laten. Er mocht geen bebouwing komen binnen 25 meter van het water voor de veiligheid. Dus dat hebben we netjes naar achteren geplaatst. De wethouder komt de maquettes ook even bekijken. Misschien dat we de maquettes mee kunnen nemen en tentoonstellen. Zodat eigenlijk meer mensen na gaan denken over de functie van de kraanbaan. Als gemeente is dat ook een heel nieuw proces om te kijken van ja, wat doen we nu met de kraanbaan. En daardoor is het altijd heel leuk als er heel veel variatie en ideeën komen. En zeker de leerlingen, die hebben toch vaak hele nieuwe ideeën waar wij niet aan denken. Want er zijn wel ideeën over de kraanbaan, maar een concreet plan is er nog niet.